De campagne ter bescherming van de jaguar loopt vlot. Deze campagne is enkele maanden terug gelanceerd, zegt Romano Jalim Singh, belast met de monitoring en evaluatie van de Amazone Conservation Team, ACT. De ACT ondersteunt de WWF en het ministerie van RGB met deze bewustwordingscampagne. Suriname is het derde land in Zuid-Amerika met het grootste aantal jaguars. Dit katachtige dier wordt echter bedreigd door de toenemende vraag naar en de verkoop ervan. Volgens Jalim Singh moet de bescherming van de jaguar dus goed aangepakt worden. De jaguar is een beschermde diersoort en we hebben over de afgelopen jaren dus gemerkt dat er veel gejaagd wordt op de jaguar, wat dus eigenlijk ook niet mag. Ook, het is tegen de wet en het is al een beschermde diersoort, dus als je deze jaguar gaat bejagen, het is met uitsterven bedreigd, dan hebben we op den duur geen balans in onze ecosysteem, we hebben geen jaguar. Dus in korte lijnen, dus ACT ondersteunt dit campagne met betrekking tot awareness racen. Ja. Wat is dan de status van dit project? Op dit moment hebben we billboards geplaatst op verschillende locaties en we zijn, zoals je achter ons ziet, hebben we posters. Deze posters zijn op enkele strategische plekken geplaatst en met dus de nodige voorlichting welke gegeven wordt. En tot wanneer zal dit project worden uitgevoerd? Dit project heeft, het heeft geen deadline. De drie organisaties vragen de ondersteuning van de gehele gemeenschap om deze campagne succesvol te laten zijn. De burgerij moet helpen om de jaguar te beschermen en onregelmatigheden melden bij natuurbeheer of bij de politie. Jalim Singh wijst erop dat de ACT in het zuiden van Suriname opereert. De samenleving moet dus ook helpen om deze informatie in de andere delen van het land te verspreiden. Oké, tot zover ik weet hebben we de jaguar, puma, tigrikati en marge. Dus vier katachtigen. En alleen de jaguar is beschermd of alle katachtigen die onder deze categorie vallen? Vooralsnog zijn alle katachtigen beschermd en ze zijn allemaal bij wet beschermd. Romano Jalim Singh belast met de monitoring en evaluatie van de Amazone Conservation Team Suriname. Onze nieuwsdienst sprak hem over de status van de campagne ter bescherming van de jaguar. Deze campagne is enkele maanden terug gelanceerd.